Kennedy-stichting voor doven en slechthorenden in Suriname worstelt met financiële problemen die haar voortbestaan bedreigen. Minister McAndrew heeft beloofd de kwestie binnen de regering aan te kaarten en zoekt naar oplossingen. Recent overleg tussen het bestuur en ministers van Financiën en Planning, evenals vertegenwoordigers van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, onderstreept de urgentie van financiële steun. De stichting biedt cruciale diensten voor onderwijs, opvang en jeugdzorg aan deze kwetsbare groep, met name voor kinderen uit afgelegen gebieden. De eerste dag van de workshop voor toegang tot financiering voor duurzaam bosbeheer in Suriname richtte zich op urgente financiële uitdagingen en de noodzaak van klimaatfinanciering. Peter Gondo van UNFF deelde de kern van de workshop in een kort interview. Ondanks de druk om ontbossing te stoppen, worstelt Suriname met het aantrekken van klimaatfinanciering. Het ontwikkelen van financieringsstructuren voor HFLD-landen zoals Suriname is cruciaal. Capaciteitsopbouw is essentieel om klimaatneutraal te worden en economische rechtvaardigheid te bereiken. Het SAC-project organiseerde een studiereis in samenwerking met WUSC Caribbean, het ministerie van Landbouw, Coöperatie Quatta en HJ Agro. Ter ere van Internationale Vrouwendag kregen vrouwelijke en jonge telers in district Wanica de kans om kennis uit te wisselen en netwerken op te bouwen. Ze leerden over klimaatbestendige landbouwpraktijken en de mogelijkheden van de coöperatie voor vrouwen en jongeren. Dit Canadees gefinancierde project bevordert voedselzekerheid en economische groei in de regio.